gaan prijzen. Met natuurlijk straks een lekkere bonus. En de bonus van vanavond gaat naar Engeland. Een weekend in een 5-sterrenhotel gelegen in het hartje van Den Haag. 3 hoofdprijzen. Hier is de mogelijkheid nummer 1. De fraaie automobiel. Of gaan we misschien voor het mooie tafelservies. Of de keuken, wie zal het zeggen? Het hele prijzenpakket met een waarde van maar liefst 120.000 gulden. Vanuit Studio 1, hier in Aalsmeer, presenteren wij het Rad van Fortuin. Natuurlijk met Cindy en Hans van der Toch. Goedenavond allemaal. Welkom bij alweer een gezellige aflevering, hopelijk, van het Rad van Fortuin. Het is een beetje een bijzondere uitzending, want Cindy ernaast bestaat. Kijk eens, Cindy, ik heb een bosje bloemen meegenomen voor je. Ja, hoe haal je dat nou vandaan? Zo kijkt ze dus. Hè. Het is namelijk de 100ste uitzending van Cindy. Ja, alsjeblieft. En we hebben net besloten, ze mag er in ieder geval nog 100 gaan maken. Sowieso. En dan daarna nog 100 en nog, nou, weten we allemaal nog niet. Goed, we gaan weer gezellig een half uurtje puzzelen. Gaston, de kandidaten van vanavond. Daar gaan we. Onze eerste kandidaat is Gert-Jan uit Heerlen. Hij is zelfstandig ondernemer en verder houdt hij zich bezig met muziek, muziek en nog eens muziek. Zeg Gert-Jan, zo te horen heb jij heel wat noten op je zang vanavond. Ik wens je veel succes. Kandidaat nummer 2 is Ellen uit Nijmegen. Jij bent een ster in het trekken van gekke bekken. Wij zijn er klaar voor. Voor ons een dubbele vlaaflip. Laat zien. Is dat alles? Is dat alles? Doe even een hele gekke. Een hele gekke. En onze derde kandidaat is Ria. Daar is deze vrolijke klieke dame weer uit Borgharen. Draaide gisteren voor bijna 8000 gulden aan prijzen bij elkaar. Maar Zwiebertje zag ze helaas niet staan. Zeg Ria, heb je gedroomd van Zwiebertje vannacht? Heb je van hem gedroomd? Oh, lekker. Hans, we zijn er helemaal weer klaar voor. Nou, zullen we het maar gaan proberen? We hebben hele bijzondere kandidaten vanavond. Nou, we gaan er weer voor. Lekker gaat zij naar haar plekje toe. En ik ga lekker weer naar... Dank je, ouwe. Oké, goed zo. Hoi. Nou, en wij gaan natuurlijk het rad weer onmiddellijk klaarleggen voor speelronde nummer 1. Daar gaan we. En in deze eerste ronde is ons hoogste bedrag weer de 1000 gulden. En wat zoeken wij? Eten en drinken, dat is de categorie. We hebben 23 letters. En het is Gert-Jan, die mag gaan beginnen. Ga je gang maar. Eten en drinken. En we gaan naar 350 gulden, Gert-Jan. De Anne van Nico. En Nico zit er 2 keer in. Goeie start. Ja. En we komen op 5,50. De R van Richard. De R van Richard, 1 keer ook. Ja. En we gaan naar de 3,50. De T van Theodor. En Theo, ook 1 keer, uitstekend. Ja, we gaan lekker. €400. De as van Simon. En Simon, ja. Gert-Jan, we gaan naar de €600. De D van Dirk. En Dirk, nee. Helaas niet. Ellen, ga je gang maar. De eerste draai. En je komt meteen op een jokertje of niet? Ja hoor, pak hem maar. Goed zo. Yes. Eten en drinken, 23 letters, €200. Ik had graag de L van Leo. Een Leo, 1 keer. Ja. En je komt op 4,50. De V van Victor. En Victor, 1 keer, goed. En we gaan naar de 700. De K van Karel. Ja, natuurlijk. 1, 2, 3 keer de K van Karel, goed. De bal gaat een klinkerkoop, Hans. Ja, mag. De A van Anton. Een Anton heb ik er 1 keer slechts in zitten. Ja. En ze gaat weer draaien. En gaat naar €50. De
De G van Gerard? Jazeker, één keer aan het begin helemaal staat hij. Dan wil ik graag weer een klinker kopen. Ja. Ik had graag de E. De E van Eduard heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. Nou, en dan wordt er dus echt heel veel duidelijk. Oh, ja, draaien. Ja. En je komt op de 6, nee, 300 valt hij door. De B. Een Bernard, één keer. Nee, ik zie het tweede woord. Ze ziet het niet, hè? Nee. Ze heeft geen idee. Ria wel natuurlijk, of niet Ria? Nou, twijfel. Weet jij het, Gert-Jan? Ja. Gert-Jan weet het, maar ja, die moet nog eventjes wachten. Ellen, 550. J. Van Jotje. Ja, Jotje, één keer. Ja. Ik probeer nog een O te kopen bij je. Je wil de O van Otto hebben. Die heb ik er niet in. Het spijt me. Ik zet mijn joker in. Ja, heel goed. Heel goed. Hey. Nou, daar gaat ze weer. Wat ga je doen? Draaien. Ik wil nog een klinker kopen. Ja. Als het mag. Ja. De I. De I van Isaac, één keer. Ja. Gebakken, ik ga het zeggen, gebakken kippenlevertje. Ja, hè. Gebakken kippenlevertje. Nou, wat zwaar hoor. 1650 gulden, ga je gang maar. Even kijken of die erbij zit. 1650 heb je. Ik had graag hi-fi set. De hi-fi set voor 1200 gulden. Heb je nog 450 gulden over. En dan heb ik graag kinderkeukentje voor 200 gulden. Het kinderkeukentje voor 200 gulden. Ja. Prima, dan blijft er nog 250 gulden staan. Wat zei je, Hans? 250 heb ik nog. 250. Ja. Spellenpakket van 240 gulden. Voor 240 gulden spellenpakket had je een tientje over. Ja. Nou, ja, dat was me. Die kippen, waarom kwamen die kippen nou niet? Ja, dat weet ik niet. Had je er ook moeite mee? Laag op stok, denk je, voor mij. En toen die I ineens. En toen, wauw. Zeg, je hebt nog een hele kleine van 1 jaar. Ja, leuk. Wat ontzettend leuk. Ja, ik ben ook heel verliefd op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar zeg, van nakomeling. Je hebt ook 2 grote kinderen. 2 grote, ja. Ja, wat leuk. 20, die zitten daar. Oh, die zitten er allemaal. Ja, dat zijn je grote kinderen. 20 en 18. Zo, laten we maar gauw naar Gaston gaan voor je mooie prijzen, Gaston. Zeker, Ellen. Ja. Kijk eens, aan de kinderen heb je geen kind meer met deze supercomplete kinderkeuken. Ook uitermate geschikt voor kippenlevertjes. Alles zit erin. Oven, koelkast, kookplaat, ja, zelfs een frituur. En ze kunnen zo aan tafel, want ook het bestek en bordjes, dat wordt erbij geleverd. Nu hoeven jullie nooit meer te vervelen, want ga er met z'n allen maar riant voor zitten. In dit spellenpakket voor het hele gezin vind je het nieuwe Trivial Pursuit Family en natuurlijk Monopoly, Monopoly Junior en Stapelwoord. Nu maar hopen dat iedereen in Nijmegen tegen zijn verlies kan. Met deze Jewel haal je meteen het allernieuwste hi-fi systeem in huis. Door zijn compacte afmetingen, bijzonder fraaie vormgeving en uitstekende geluidskwaliteit is hij een juweeltje voor oog en oor. En zet de waarde van 1200 gulden. Ellen uit Nijmegen, het is je weer gelukt hoor. Ze is daar heel gelukkig mee. Ja, we gaan de tweede ronde spelen, mensen. En daarin is ons hoogste bedrag natuurlijk de 2000 gulden. En we hebben weer wat extra's op het rad neergelegd. Namelijk het weekendje. En dat doen we altijd op de 700 gulden. In deze tweede ronde zoeken wij nu een activiteit. We hebben 18 letters. En Ellen is degene die het mag gaan proberen in deze tweede ronde. Ga je gang maar. En we gaan naar 750, Ellen. Ik had graag de S van Simon. En Simon, nee, helaas. Ria, jouw eerste kans vanavond. Een activiteit. 400 gulden, Ria. De N van Nico. En Nico zit er meteen 3 keer in. Goed. Wat gaan we doen? Ik koop een klinker. Je koopt een klinker. Ja, zou ik ook. De E van... E van Eduard. Uitstekend. 3 keer. Heel goed. Even draaien. Oké, we gaan weer draaien. En we komen op de 400 gulden. De D van Dirk. Dirkje heb ik er niet in. Het is jammer. Gert-Jan, jouw kans weer. Je komt op de 600. De T van Theodor. En Theodor zit er 1 keer in. Goed. En we gaan naar 200. De K van Karel. Nee, helaas jongen. Jammer. Ellen. V-
Ongeveer 200 gulden. Ik had graag de R van Rudolf. Rudolf, nee. Jan Maria. We gaan naar 400 gulden, Ria. De K van Karel. En Kareltje, nee, was al gezegd, joh. Jammer, ja, stom, ja, jammer. Gert-Jan Rijmaar, ja. Oh, ga maar toch. Gert-Jan komt op 150 gulden terecht. De P van Pieter. Ja, heb ik voor je. Eén keer. Goed. Rustig, Gert-Jan. Rustig. Moet nog jaren mee, joh, dat rad. Kost toch zoveel tijd allemaal. 800 gulden. De G van Gerard. Gerard. Nee, jammer. Ellen. Rustig draaien, mensen. Ja, prima. We gaan naar 550. Ik had graag de M van Marie. Marietje zit er één keer in ook, ja. We komen op 2000 gulden. Nou, een goeie, Ellen. De L van Leo. Ja, natuurlijk. 1, 2, 3, 4 keer de L. Nou, je gaat het of zeggen, denk ik. Ja. Ja, natuurlijk. Ik ga bloembollen planten. Ja, bloembollen planten. Ja, helemaal goed. Het heeft je opgeleverd 8560 gulden. Ga je gang. Eerst een afwasmachine voor mijn zus. Oh, de afwasmachine voor 900. Dan graag een... Nou, doe maar alles gewoon, want je hebt nog... Videorecorder. Wat kost die? Even de prijs. Oh, sorry, een videorecorder 1400 gulden. Ja. Een beautydag van 600 gulden. Ja, ga maar door. Een kofferset van 800 gulden. Voor 800 gulden de kofferset, ga maar door. Oh, niet naar 1800 gulden, een feestavond. Ja, natuurlijk, de feestavond. Ga maar door. Een keukenmachine van 400 gulden. Voor 400 gulden de keukenmachine, ja, ga maar door. Kan die nog, Hans? Oh, nog 2660 gulden. Een midispeler. Midispeler, ja, uitstekend. Nog 1660. Ik heb een prachtige koolvriescombinatie, bijvoorbeeld. Een stoel, combi-magnetron. Ja, doe maar een combi-magnetron. Ja, voor 1000 gulden nog 660. Nog? 660. Knuffelbeer van je een kind. Een snelkooppan ja, van 360 gulden. Ja, prima. Dan heb je nog 300. Nog 300. Een dagje uit van 300 gulden. Ah, wat gezellig. Nou. Oh, wat een prijs, hè. Ongelooflijk. Gewoon alles lekker. Die hele winkel leeg. Ja. Nou, we gaan daarom vlug naar Gaston, want die heeft een heleboel werk aan je. Gaston, kom maar met al die mooie dingen. Zeker, Hans. Ja. Ellen, kom met 4 personen een dag uit in het gezelligste familiepark van de Randstad in Rijswijk aan de Vliet. Gillen in het piratenschommelschip, griezelen in het spook. Wilt een onderdeel worden van de film in het Koepeltheater Cinemagic. Nieuw dit jaar is een spectaculaire achtbaan, de Kopermijn. En na afloop krijgen jullie een heerlijk oriëntaals lopend buffet aangeboden. Proost! Voor jou is deze perfecte snelkookpan, de Perfect M, geheel vervaardigd van roestvrij edelstaal en daardoor een wereldprimeur. Hij bespaart je maar liefst 70% tijd en 50% energie. En deze snelkookpan is geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie. En dan, jij krijgt werkelijk alles klein met deze keukenkrachtpatser. Deze hulp haalt maar liefst 12.000 omwendelingen per minuut. Ontdek dat je regelmatig samen met dit keukenwonder lekkere gerechten gaat maken. Lekker smikkelen en smullen maar. Dan een complete Basics for Beauty verwenddag in een Romeins beautycomplex in Eindhoven. Hier zal je verwend worden met skin- en nail perfection producten. Daarnaast krijg je ook nog een ontbijt- en lunchbuffet in Romeinse sfeer. Massages en je kunt tot rust komen in de relaxbaden. Kortom, een echte